met 3-0 voor. Laten we maar eens even kijken hoe die voorsprong tot stand is gekomen. Het hart hier op de rechterkant. En het doorkomen is van Zender, dat is prima. Achterin Laval. Een ruime minuut gespeeld als de eerste goede kans daar is voor Roda JC. Het verdedigen is natuurlijk uitermate zwak. Maar er wordt geen gebruik van gemaakt door de club uit Kerkrade. Van der Leur. Richting Van Hout. Nou, wat een ruimte krijgt hij er weer, zeg. Laval. Ja, het is wachten op het eerste doelpunt, zo lijkt het. Want de ploeg staat te schutteren. Nou, hier is hij dan. Nee! Smatja zit ertussen. Domernik. Ooyer. Ooyer. Geen buitenspel voor Domernik. Eerst echt goede kans voor Roda JC. Maar qua kwartier spelen ongeveer. Torma. Goed meegenomen. Gabor Torma. Daar dan. Van Hout. Roda begint sterker te worden. Van Hout. Van der Leur buitenom. Daar is hij. Goeie bal van Van der Leur. Van Hout staat helemaal vrij. Net als in de eerste wedstrijd ontzettend veel ruimte in de verdediging van Hapoel Beersheva. Van Hout heeft alle tijd om aan te leggen en doet dat goed. En is nu topscorer in Europees verband voor Roda JC. Het is een derde. Mooi aangesneden voorzet, maar wat staat die man ontzettend vrij, zeg. 1-0. Sterke punt van Erik van der Leur. Dat is een uitstekende trap. Dat lijkt relatief een koud kunstje voor Van Hout. Opnieuw Laval. Na de fout van Boyal. Goed schot. Hij is gretig vandaag. Over de flanken. Dat is niet het sterkste punt van Roda. En door het centrum is het bijzonder druk. Dus maar eens een afstandsschot van Domenic. Oh, nu dan. Ja. Het voorbereidende werk is van deze man, Arno Domenic. Maar het doelpunt is weer van Peter van Hout. De jonge Belg, waarvan Martin Jol zegt, als hij zou kunnen schieten, zou hij in Italië spelen. Maar meestal maakt hij van die frommelgoaltjes, van die intikkertjes. En ook hier, want de knal komt voor Domenic. Maar hij staat weer op de juiste plaats, Peter van Hout. Na ruim een half uur is het 2-0 voor Roda. En er zullen vast en zeker nog meer volgen. Goed ingeschoten trouwens. Opdam. Ja, daar is druk, maar toch. Opdam, heel goed. Laval, geen buitenspel. Laval, ja hoor. Er wordt gekeken naar grensrechter Bachman. En het protest is flauwtjes, niet meer dan dat. Maar de aanval is mooi. Het aangeven van Opdam met name is prima. En hier grensrechter Bachman, die aantekent dat Laval de doelpuntenmaker is. Hier het moment, ja, moeilijk zichtbaar. Van Hout staat er ook nog in het midden, maar ja, dan krijg je het passieve buitenspel. Maar voor Laval is het kantje boord. Opdam gaat goed door. En Laval, die samen met Vrede op 3 staat in de PTT Telecompetitie, maakt hier zijn Europees doelpunt. Ja, en zo werd het dus spel. De voorzet van der Leur bereikt op dit moment niemand van Roda. Het wachten op de volgende aanval is van korte duur, want daar zijn ze alweer. Ooyer, dan maar zelf. Ooyer! Oh, Ooyer! André Ooyer. Hij blijft het stel niet zijn zonder Martin Jol, maar assistent Eddie Achterberg wil het weten. Van der Leur dan. Op naar de 5. Gaat erom wanneer die valt. Nou, daar is hij. En hij kon hem dit keer naar beneden koppen. Regilio Vrede. In de competitie al goed voor 3 doelpunten. Ja,
Buitenom komt het hard. Van der Leur. Het balletje tussendoor op Van Hout. Gaat hij erin? Ja! Het leek Van Hout te zijn die zijn doelpunt zou maken. Maar Labal maakt zijn tweede van deze wedstrijd. Zevende treffer, zou ik denken. En daar is hij. Peter Van Hout. Of geeft hij nu wel buitenspel? Lijkt me niet. Nee, hij telt hem gewoon. Roda heeft nog 20 minuten. En dat gaat zo Brunholtz in de ploeg brengen. Nog meer aanvallende kracht met Torma dan eindelijk. Ja hoor, eindelijk Gábor Torma met zijn doelpunt. En Eddy Achterberg, kijk, mooi gezicht. Altijd vrolijk. En dat mag hier ook zijn. Ja, de directe tegenstander uitspelen en voorzetten die bal. Zo dus, ja. Bij de eerste bal Torma achterin, Van Hout en nog verder achterin Laval. Hens. Ja. Penalty. Ja, hij zegt dat hij er niets aan kan doen, Rafael Charon. En misschien is dat ook wel zo. Nou, dat ben ik niet met hem eens. Had meer iets van een cirkelloper op dit moment, Rafael Charon, dan van een voetbalspeler. Roda JC heeft nog 5 minuten om richting de 10 te gaan. Dit zou 9-0 kunnen worden via Ooyer. André Ooyer. Ja. Beck kijkt nog steeds niet op het horloge. Grunholz niet buitenspel. Buitenom komt Van der Leur. Grunholz zelf. Grunholz. Kan nog steeds. Van der Leur staat 3-man vrij. Gaat er niet in. Nu dan. Ja. En het stadion wordt bijkans gek. En ook Jol laat nu eindelijk zijn emotie gaan.